Ook Els Broekema mag naar huis. Maar in haar eigen bed slapen durft ze vannacht nog niet. Daarom slaapt ze bij haar onderburen. Natuurlijk wordt er wel gezegd van alles is goed gecontroleerd. En dat is natuurlijk ook wel zo. Maar alleen het vertrouwen wat er is. En Tenminste hoe ik daarmee omga. En de paniek die bij mij dan toeslaat. Het minst of wat ik dan hoor is van. Oh goed, het zal toch weer niet. Uh, hè, of dat er iets in stort of wat dan ook. En daar ben ik gewoon heel erg bang voor. Na de explosie gaan de bewoners naar de sporthal. Daar is opvang. De hele dag wacht Els op nieuws. Om kwart voor zeven hoorde ik een hele, een hele doffe knal. Na zo'n heftige dag valt het alleen zijn haar zwaar. Ik heb natuurlijk wel Lana, hè, mijn, mijn, mijn maatje. En, uh, 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 maar uh, ja, gewoon wel het alleen zijn. Ja, het heeft zo'n impact. En, 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 uh, ja, dat, uh, ik kan daar heel slecht mee omgaan eigenlijk. Benedenburen Jan Jonker en zijn vrouw bieden haar een slaapplaats. Ik durf niet te slapen, zei ik. ik durf niet te slapen. Als dan zegt: 'Mijn vrouw, want dan kom je maar bij ons slapen', Ik heb nog wel een bed vrij, hier, zo. En dan heeft ze met beide handen aangenomen. Dat was, uh, nou ja, heeft ze hier lekker rustig geslapen. Dat is prima dan. Jonker is zelf ook geschrokken. Hij lag op het moment van de explosie in bed. Na de knal pakt hij zijn camera en filmt de ravage. Ongelooflijk. Ik denk wat een knal moet dat geweest zijn. Allemaal de overkant en met die, die mensen en, en, en de buren verderop. Dat verder in de omgeving is het, eh, vernomen. Aan het appartement van Els is geen zichtbare schade. Experts brengen alle schade aan het gebouw in kaart. Els hoopt niet dat het hele complex wordt afgekeurd. Ja, het is heel raar binnenkomen. Dat is eigenlijk niet uit te leggen. dat, dat, dat zoiets hier kan gebeuren. Els heeft veel steun aan haar medebewoners. Ze zeggen wel eens, hè, dat is met alles zo, van als er iets gebeurt, dan wordt het meestal wel wat hechter. Ik denk dat dit ook wel wat dichter bij elkaar brengt. Ja, ik bedoel, dit is zo'n, zo wat, wat hier gistermorgen is gebeurd, ja, dat geeft een hele impact. Vanavond gaat Els weer proberen om in haar eigen bed te slapen. Of er iets van het slapen trekken, we zien wel.